Vriend en vijand zijn het aan het begin van het seizoen snel eens. Excelsior is degradatiekandidaat nummer 1. Met een nieuwe trainer en 14 nieuwe spelers zonder eredivisieervaring beseft iedereen op Boudestein dat het een lastig seizoen wordt. Dat blijkt al in de eerste wedstrijden. Wie kan daarbij? Niemand. Dat leek op Hens. Het wordt een goal. Uitgerekend Fernandes, de oud-Excelsior-spits, scoort tegen zijn vorige club in de 10e minuut naar rust. Een platje erbij, ja. Over de keeper en in het doel, ja. Maar misschien nu Van Steensel de gelegenheidsspits, doet dat wel heel fijn. Leek Van Steensel. Och, wat een bal van Strootman. Och, wat gaat dit makkelijk zeg. Wordt er dan helemaal niet meer gedekt door Excelsior. Toivonen maakt zijn tweede. 1 punt is na 7 wedstrijden de schamele oogst. Tegen FC Twente vreest iedereen voor een afstraffing, maar Excelsior verrast, dankzij Derm Maatsen. Tevreden. Daar komt Alberg, 3 man, ziet hij ze staan, die 2 anderen. Ja, het is raak. Het is weer die Maatsen. Eind oktober staat de teller op 2 punten uit 9 wedstrijden. Als RKC op bezoek komt op Woudestein, moeten de mannen van Lammers winnen om aansluiting te houden met de concurrentie. Snel genomen en hij zit erin. Hij dus. Castellon. Van Peppe nog. Had de held kunnen worden. Maar is het typerend voor de wedstrijd dat Excelsior met 2 man meer toch nog zich zo'n situatie laat overkomen. Maar het overleeft het en het wint. Voor de eerste keer dit seizoen. En Excelsior heeft de schande van geen enkele overwinning in ieder geval uitgewist. De opluchting is groot en het zelfvertrouwen groeit. Excelsior pakt voor de winterstop nog 3 punten, maar sluit de eerste seizoen zelf wel af als hekkensluiter. In januari komen er 3 versterkingen aan de Woudestein. Bart Schenkeveld, Rangelo Yanga en Moussa Kalisse. Zij bewijzen meteen hun waarde. De strijd onderin is weer helemaal open en de hoop op handhaving groeit. Zeker als in maart Luigi Bruins wordt aangetrokken en met hem als invaller van Rode SC wordt gewonnen. In de weken daarna krijgt Excelsior vanuit het hele land complimenten over de spelopvatting. Bij punten levert het niet op, door tegentreffers in de extra tijd. Kan Utrecht het dan opeens nog winnen? Van der Gun, Oor, de invaller, Oor. Ja, het is 3-2 voor Utrecht. Kasia, gaat het dan toch nog gebeuren? Het gebeurt dan toch nog voor Vitesse. 2 speelronden voor het einde is de achterstand op nummer 17, de Graafschap, 2 punten. In Doetinchem telt daarom maar 1 ding, een overwinning. Eigen hem ook, El Hasnaoui, hij zit erin. Bruins, en de gelijkmaker voor Excelsior is hier, Luigi Bruins. Bruins wacht op het juiste moment, schitterende paas en Alberg maakt het af. Excelsior staat met 2-1 voor op de Vijverberg. Hier de hoekschop. En daar, ja, hij zit erin, de Leeuw, wat een fantastische kopstoot. Binnenkant paal. Hoekschop Luigi Bruins. Een blok gezet, hier een kans voor Alberg om te schieten. En de winter nog met een wereldredding. En dan is het nu toch wel gedaan, de Graafschap mag nog een keer gaan counteren. Wormgoor geeft de bal mee. Hier is invaller Strekovic die hem voor zijn linker legt. Redding van de keeper. Van Wesley de Ruiter en nu fluit Serdar Gusebuyuk af. De teleurstelling na afloop is groot. Een wonder is nodig voor handhaving, maar op zondag 6 mei geeft PSV het beslissende zetje.